Het mooie waar komt eraan en dat betjut fietsen. Een groep senioren kwam woensdag 13 april bijeenwaar voor de start van het Fryske trochtrapseizoen. Een project om mensen in alle leeftijden te stimuleren om te wat te blijven fietsen in deze tijd. Prachtig waar erbij, dus mensen ja, dat fietsen blijven als je nou veilig, dat wel. De groep begon de morgen met een valjachting. De elektrische fiets zorgt namelijk voor een verhegen percentage aan ongelukken. 44% van de slachtoffers van fietsongelukken wie 54 jaar of ouder. Ze kregen daarom verschillende tips om veilig op de fiets te stappen. Fietsen in een groep is toch kijk wat anders dan alleen. Dus voornamelijk het hoe je veilig maar bekoor toch een prachtige morgen of prachtig middag even rond je fietsen kennen. De ouderen vinden het noffelijk om tips te krijgen en wat extra te leren hoe veilig is op de fiets. Ze rennen namelijk nog wel eens geen problemen aan. Als het heel erg druk is, dan is tegenliggers is vaak een probleem. Als dan het fietspaar bij de Ier, naar van Dokkum naar Bedaard en van Bedaard weer verder, dan kan soms haast net eens een tegenligger inkomen. Dan mast in gas. De groep wie tieren tevreden over de fietsroute. Echt die smelle fietspaadjes, hè, zoals bij Dokkum en Ierlands, die zitten er net in. Paarden waren breed genoeg. Ja, kost in dat er een grote plek was. Er hoefde net zo volle veroren onderwijs om die routes. Soms wie het even van sjug der extra uit of zo. Of dat fietspaar mij wel eens breder, weet je wel, zulke soort dingen. Maar nee, keurig. De fietsdocent die had van tevoren eigenlijk al je tips doen. Merk je nou al, nou je hem op de helft zitten van, ik zie al wat dingen gebeuren bij meesken? Er wordt goed gecommuniceerd, zeker. Maar tekens en ik maar wonen werd er goed om mijn getocht.